we gaan rechtdoor richting politiebureau. Nee, links alles zoeken, laat opstaan. Wie is die vent die daar op straat rent? Politie, politie! Er rent één persoon de berg verderop, zijn jullie dat? Ja, meneer is helaas overleden. Kijk naar een nieuwe video, we gaan een potje GTA spelen, maar dat kon je uiteraard in de titel zien. We gaan onopvallend rijden in de BMW, ik weet eigenlijk niet welk type het is, maar goed, BMW, onopvallend, blauw zit erop en een stopbord, dus we kunnen mooie dingen doen. We rijden in ieder geval op het eiland en zoals je weet, weten we nooit van tevoren wat gaat gebeuren. Wat wel heel opvallend was, dat in deze dienst die we draaiden, dat er echt alleen maar overvallen gebeurden. Volgens mij hebben we er 5 of 6 gehad. Ik heb zelfs een paar weggeknipt, maar ook wel een paar op zich leuke. En een hele vette achtervolging, denk ik, met 5 of 6 politieauto's. Zag er wel cool uit, maar nogmaals, veel overvallen. En nou wil ik eigenlijk jullie ook wel een beetje oproepen. Ik weet dat sommigen van jullie naar de hand van video's op de server meespelen. Super cool, super chill en super relaxed natuurlijk. En daar zijn we heel blij mee. Alleen proberen ook wat anders te doen dan alleen overvallen. Het is niet verboden en we handelen er wel op. Alleen het wordt een beetje eentonig, zeg maar. En we zijn ook aan het kijken, of tenminste de mensen van de server zijn aan het kijken, of ze de tijden wat kunnen oprekken. Dat je niet continu alleen maar overvallen kan doen. Maar er is natuurlijk veel meer dan alleen maar geld binnenhalen door middel van een overval. Dus dat zouden wij even jullie gaan tippen naar jullie tanks, als jullie dat zouden willen doen. Probeer ook wat andere dingen te bedenken, lezen, lekker creatief. Zodat we ook mooie roleplay of andere roleplay dingen kunnen neerzetten. Maar voor nu, een dienst met heel veel overvallen, een paar mooie achtervolgingen. En wat we ook wel veel zien is dat mensen op het moment dat ze gepakt zijn ineens de game lieven. Ja, dan is je character weg en kunnen wij verder niks meer doen. Het is een beetje... speel het dan mee, weet je wel. Je bent dan gepakt, dan zit even op de blaren. 5 minuten moet je even misschien wat doen wat je niet leuk vindt. Daarna ben je weer vrij. Alleen, dat maakt het voor de video af en toe ook wel irritant. Want ineens is het klaar, zeg maar. Maar goed, genoeg leuke beelden. Ik heb niet heel veel geknipt, tenminste zo min mogelijk geprobeerd. En ik zeg, we gaan gewoon beginnen. Mie, stap uit. Oké, mannen, hetzelfde verhaal. Zoals zelf altijd, ze willen vrij doorgaan. Een busje, ik denk een auto ook even doen voor de bank, zodat daar de gijzelaar in kan. Ze gaan zelf met de motoren even door. En wij moeten ze laten gaan, vinden ze. Oké. Zijn er andere opties? Ja, andere opties. We kunnen hier natuurlijk niet mee akkoord gaan. Antia, mag ik je al even onderbreken? Ja? Heb jij heel gevraagd dat je heel pand mocht door te bekijken? Ja, ik heb een pand gezien. Er zijn echt maar 3 man? Er is niemand. Oké, top. Niet dat ze iemand achterlaten? Nee. Dat heb ik inderdaad gekeken. Oké, top. Goed, wat is het plan van aanpak? Ik stel, mijn voorstel zou zijn... jij gaat weer naar binnen, jij blijft bij de hostage, we gaan geen busje regelen. Eén noodhulp gaat richting de stad, andere noodhulp gaat er zit daar zo'n, je kan door de mist niet helemaal zien. Ja, er is een politie bij, ja. Maar er zit zo'n brug, die gaat daar ergens staan. En ik blijf achter de bank. En dan is het gokken dat we de juiste pakken, denk ik. Ja, die trant voor mijn neus die zou eventueel inderdaad al weg kunnen. Ja, dat is Willem. Is dat? Nee, wie zit daarin? Nee, dat is de andere Willem, Bombad. Oh. Sorry, Jan. ik ben onopvallend in de buurt. Oh, dat is ook interessant. Doe jij maar richting Palito, Willem. Maar zorg dat je zelf ver achter de spijkermat staat. Dat jij er nog achteraan kan, dan komen ze er voorbij. Oké. Dan ga ik weer naar binnen, jongens. Oh, daar komt Jan Willem ook aan. Oh, Jan Willem gaat samen met andere Willem en Willem doen dan de snelweg richting Palito. Oké, ik ga weer naar binnen, jongens. Dit is Palito. Jeffy en ik aan de kant. Is hij hier neerleggen? Jeffrey, kom bij de andere kant. Gaat hij hier neerleggen, collega? Sander, sta jij dan klaar ook voor de richting stad? Ja, Willem en Willem staan richting Palito. Kan iemand die fotograaf op het dakje nog wegsturen? Ja, doe mij wel even. Gaan wij dan samen, Sander, richting stad?
Of ga jij gewoon echt achtervolgen? Ik ga achter een hoekje staan. Ik ga meteen achter een van de twee aan, hoor. Okay. Nee, wij gaan het hier dan dichtzetten met spijkermatten. Misschien een hele domme vraag. Hebben we al gegevens van die gast? Geen idee. Volgens mij had dat wel, gedaan, toch? Kentekens en zo? Mannen hebben gegevens? Er was iemand bezig met kentekens opschrijven. Ja. Ik bedoel, als ze die namen hebben, kunnen ze alvast signaleren in het geval ze er vandoor gaan toe. Joey, jij staat. Ik doe Sander, jij staat er nog. Zou jij misschien even voor de zekerheid willen noteren? Ja. Super, dankjewel. Oké, okay, Jeffrey, wij leggen gewoon helemaal voor met spijkermat hier. Verkeerde kant op, schat. Mannen, ze willen mij in de kluis hebben, dus ik ga niet zien waar ze heen gaan. Nee, ik zie ze één motor weg richting stad, ander richting Sandy. Ik rij achter die van stad aan. Ja, stad is. Stad is een crash, stad is een crash. Motorrijden over spijkermatten. De richting noorden is gekruist, Nice, dan hebben we ze allebei, mannen, nice. Ambu moet snel verplaatsen richting stad. Ja, ik heb een ambu nodig hier, OC. Begin met reanimatie. Onze speler is geliefd, jongens. We hebben combat logger. Dat was Wijnanders. De mening ging te snel. Jeffrey, hoort hij jou wel, want volgens mij is hij geglitcht. Volgens mij is zijn stemband nog geglitcht. Hey joh! Goedendag. Ik heb wel een tijdje een stopteken, meneer. Oh, ik had hem niet gezien, sorry. Ik zag uw lichten niet. Hoe is het met schade? Valt mee toch? Nee, kijken. Nee, niks. Stap even uit. Ja. Ik wil eigenlijk alleen even een algemene controle voor het rijbewijs. Ja, die heb ik heb hem niet bij me, shit. Hij heeft hem niet bij u, heeft hem wel een? Ja. Ja, had hij een rijbewijs of niet? Ja. Ik zie helemaal niks namelijk in ons systeem. Ik weet niet, want... Ik heb er wel een, maar het kan zijn dat die verlengd moet worden. Nou, zit ik ook met een storing, één moment hoor. Nee, je ging er nou over de spijkermat heen of niet? Ja. Ja? Oh, goed gelukt. Ik ga u het voordeel van mijn twijfel geven, want ik kan even niks natrekken. Ik moet even naar Brodick. Succes. Dank u wel. Even out of character. Nee, ik heb mijn wapens weer. Wat voor compliment geef ik voor je video stop. Haha, dankjewel man. Geen probleem. Fijne dag nog. Yo, eens schrijf. Geen idee waarom ik die omhoog ga. Maar wacht, we zitten wel achter die rumpo aan, toch? Ja. Achter de rumpo, klopt. Ja, oké, okay, nee, toch al, hè? Waar zie jij Benny's? Nee, we zijn de inmiddels niet bij Benny's. Toeran even die auto een stopteken wil geven die achter ons rijdt. Positie? We rijden nu op de snelweg achter Blokpark, zeg maar. We gaan de tunnels in, onder de grond. Ik kom naar eigen veiligheid, collega. Ja, ik probeer hem enkel de kant op te dwingen. Blijf locatie doorgeven, graag. Oh, ja, een keer om. Weer richting wapenwinkel. Je rijdt er net voorbij, Toran, achter je. Toran, natuurlijk. Genomen. Wokkenpark, linksaf richting Uitzendbureau. Rechtsaf richting meldkamer, beneden langs. Rechtsaf richting Garage Blokpark. Linksaf richting snelweg onder de tunnel door. Misschien een mogelijkheid om in te zitten, in te boksen. Nog niet rijden, niet staat. Daar sterk door blijven rijden met zoveel eenheden achter je. Wat is het, een 6 voertuig? Er is heel veel korps erachter. Jongens, poort uit, poort uit. Jezus.
Richting juwelier? Negatief. Ik zit er vooraan, ik ben aangesloten. Top. We gaan weer richting Blokkenpark. We gaan een grote rode garage in. En weer uit. We zitten nu bij uitzendbureau, gaan rechtsaf richting de havengebied. Zou we misschien kunnen boksen, collega's? Ja, op een wat rechter stukje weg, denk ik. Privéhavens linksaf richting wapenwinkel. Rechtsaf achter Benny's langs. En steek van Benny's in. Ja, gewoon nu. En weer linksaf richting vehicle shop. Eerste boxpoging mislukt. Zorg dat de toerek achter zit bij de boxpoging. Linksaf richting garageblokpark. Zo. En we gaan rechtdoor richting politiebureau. Nee, linksaf bij de kledingwinkel. We hebben een man op boxen. Bij deze bent u aangehouden. Remt hij deze kant op, man? Staan blijven nu. Geef hem maar aan. Ik heb hem al gezien. Goeie. Zit iemand in nog wel? Hij rijdt hier, jongens, in de steeg. Geef hem een klein liefdeskusje. Blok hem. Hij gaat de trap op. Ja, jongens, gebied afzetten, alle agenten hoek. Niet met z'n allen naar boven rennen. Dat hij nog eens naar boven gegaan? Ja, verdachte getaserd. Waar is hij? Hij heeft zicht, jongens. Ja, hij is getaserd. Nee, maar deze reageert niet op hem. Heel gek. Jongens, dek de hoek, hè. Hoe ver kan hij doorlopen, jongens? Jongens, alleen dit blok. Zie je hem in? Ik heb hem, hij kan geen kant op. Locatie. Op het dak. Ja, waar? Hij is gewoon gebouwd gesprongen. Ja, springt. Jullie hebben mannen, jullie hebben hem. Ja, hij is een neus. Bel maar ambulance. Oké, jongens, gebied even afzetten, al die mensen weg hier. Meneer, even doorrijden graag. Afzakken. Dat is helemaal goed. Meneer, in dat witte shirt, ga even afstand houden, straat verlaten. Oh ja, ga ik doen. Deze, maar het had gewoon nul effect. Is dit zijn auto net, toch? Ja, ik sta bij de rumpo die hij heeft. Zou iemand van mij het kentekenplaat even willen noteren? Jazeker. Klaar voor? Ja, zeg maar. In mails. Oké, top. 4-3. Misschien heeft hij een ID in zijn broekzakken, misschien kan iemand even kijken. Ga even kijken. Hé, dit is Mohammed Ali. Ja, hier is inderdaad Mohammed Ali. Ja, ik heb een ambulance gebeld. Nou, oké. User left your channel. Nee, mooie actie, jongens. Ja, jammer van dit. Ja, meneer werd waarschijnlijk helemaal gek van de druk. Hebben we wat in die auto aangetroffen eigenlijk? Nee. Negatief, was schoon. Hij was schoon. Waarom werd hij afgevolgd dan? Over deze items. Gaan wij samen 1301? Ja, 1301 gaat de plaatsen, mannen, geen zorgen.
Waar ben je? Meneer, ik ben momenteel te hoog van de HB. Ik kom er nu uit. Goed, als dan ook de andere eenheid nog weggaat, dan blijft hij achter met de 13-03. Wat is er gebeurd, heren? Goeiedag. Meneer is van het dak afgevallen tijdens een achtervolging. Ik ben bij de linkerbrug. Oh, jee. Stap je in? Dat is die best. Oh, jee. Nou, dat is wel hoog gevallen. Dan moet je wel net goed terechtkomen. Ja, ik kijk. Wel even hartslag controleren. Hij heeft wel veel bloed verloren. Waar zag je me voor dit? Ja, hier achter bij Blokkenpark. Rondje de stad. Ja, hij heeft behoorlijk wat heen en weer gereden. Ja, meneer is helaas overleden. Oké, nou in ieder geval de recherche en de forensische opsporing zijn ook aanwezig. Oh, toppie. Dan bel ik, maak ik even foto's voor de ambulance. Ja, en dan moet hij denk ik richting het ziekenhuis voor de schouw. Ja, lijkschouw is ook onderweg. Maak mij een V. Yes. Yes. Ook zie je de 1303 even status update. Yes, ik ga even een TRS geven. Meneer is overleden. DR en Frits Osvoort nemen het over. Meneer gaat naar het ziekenhuis voor daar verder afhandeling. Oh joepie, het is dom. Ja, is vernomen. Waarbij hier langs een opkamer ondertussen. Collega, ik heb daar nog een vriend van die man staan. Misschien kan jij hem inlichten. Zie ik op de grond liggen. Ja, ziet er nog goed uit, maar ligt wel. Goedendag meneer. Goedendag. U wilde wat informatie hebben? Sorry? U wilde wat informatie hebben? Ja, als dat mag. Dat mag altijd. Want wat bent u van deze meneer? Ik ben een vriend. Oké, okay, dan heb ik spijtig nieuws. Hij is overleden. Oh. Dus meneer gaat nu naar richting het ziekenhuis en daarop zal er verder een schouw plaatsvinden. En zal kan ik daar mee naartoe? Ja hoor, uiteraard. Ja, ik heb mijn auto daar geparkeerd, dus... Bij het ziekenhuis, of? Nee, is dat... Oké, ik geef het even door naar de heer van de ambulance, hè? Is goed. Heren van de ambulance? Yes, zegt u maar. Die meneer hier achter me bij de straat, dat is een maatje van deze meneer. Die wil graag even mee naar het ziekenhuis. Hij gaat met zijn eigen vervoer hier. Die is een kennis van deze meneer en die gaat mee naar het ziekenhuis. Hij gaat wel met zijn eigen auto. Oké, is begrepen. Ja, prima, komt goed. Deze meneer op de grond heeft een wit doek over zijn lijk heen en lijkschouw is onderweg. Ja. Ja, blijkt dat ook niet. Sorry, zei u iets? Deze baan maar af inderdaad. De andere richting mag in principe doorrijden. Zei u iets? Ja, heb je wil je maar zitten ons? Oogblikje. Kunnen wij die borden weghalen? Dan wil ik graag. Nou, ik ben bang van niet. Dus dan laten we de straat even afgesloten en dan gaan we de gemeente in kennis stellen. Dat er een bom gaat ontploffen als onze wapens niet geborgen zijn. Ja, het overvalletje is nog bezig, hè? Daar werd nog assistentie gevraagd. Ja, even wie is die andere dienst? Mag ik de taken onderhandelen bij deze? Die laat ik zo naar bureau brengen. Oké. Eerst onderhandelen? Oei. Dat lijkt me wel zo verstandig. En door naar de volgende. Goed, als ik geen daadwerkelijke bom zie, dan vind ik het gewoon goed hoor. Dan is er gewoon geen bom, toch? Dat is vernomen. Dat is zeker. Ja, dat is wel makkelijk. Nee, maar dat is. Ja, collega's, een getuige zegt dat er mogelijk nog een man achter een gebouw staat. Ik ga even kijken. Ik ga ook even kijken. Wat doet die hele daarboven, jongens? Ik zat. Oké. Ja, dat zien wij inderdaad. Die is niet van ons, hoor. Ja, die vliegt er veel te laat.
Lijkt wel alsof ik het landen, joh. Waar landt hij precies dan? Ja, bijna op het dak van de bank. Ja, hij gaat op het dak landen, jongens. Ik heb echt oprecht geen idee wat ik hier tegen moet doen. Hij gaat weg. Nee, ik heb het niet. Ik denk toch straat. Hebben wij een Zulu op luister, jongens? Nee, ik kan er wel een Zulu laten opstaan. Wie is die vent die daar op straat rent? Collega's, iemand even mee? Even naar die melk doen. Hij is geland. Hebben we collega mee? Sta! Jongens, er stapt ook iemand in, was dat Nee, dat is geen over. Dat is geen overvallig. Hebben wij een eigen Zulu op luisteren? Nee, de enige die Zulu is. Oh, wel. Dat staat dus los van de bank, hè? Dat weten we zeker. Dat weten we niet zeker. Maar hij komt niet uit de bank. En ik had het niet helemaal opgegeven. Was hij al geslaagd? Ja, de bank ook wel is geslaagd al. Ja, kan het niet zijn die groot met geld weg is dan? Hij kwam niet uit de richting van de bank. Hij kwam uit de richting van het loopviaduct, zeg maar, de loopbrug. Die smijt je ook in de kluis. Dat vind ik ook goed. Daar kan er niks mee gebeuren. Vind ik ook goed. Ik wilde zij al geven. Maar dan... Oh, je mag ze inderdaad wel aan mij geven. Ja, prima. Maar dat doe ik dan, hè. Hij gaat eerst in het hoekje staan en die bom die gaat de kluis in. Die agent hier, dan doe ik weg graag. Ik zie hem wel staan hier bij de deur. Ja, die agenten mogen allemaal opzouten. Ik meen niet, jongen. Als ik er nog eentje zie... Goed, natuurlijk hebben zij geen idee waar wij het over hebben op het moment. Dus zij weten hier ook nog niet van. Dan moet ik ze meteen even gaan vertellen. Ja, prima. Maar dan loop ik met je mee. Ik heb ook een beetje benzine voor over de gijzelaar, als jullie niet gaan luisteren. Dus een beetje rap nou. Hey, laat die benzine lekker zitten, jongen. Laat staan. Terug in het hoekje. Oké, goed. Ik ga het even overleggen met mijn collega. Kom ik van naar de bericht. Ja, ik wil dat er een van ons meegaat. Mag ik alvast mee met de politie? Nee, jij blijft liggen. Jij blijft liggen. Klootzak. Hoezo? Blijf liggen, vriend. Ik ben toch duidelijk? Ja. Een van jullie wil mee. Ik hoor wat er gezegd wordt, want jij gaat verhalen verdraaien. Ken jullie ondertussen? Ik ga het via de pad over vertellen, dus... Ja, verhaaltjes verdraaien. Goed, ook dat zou ik even moeten overleggen, dus... Vriend, jij gaat zo meteen lekker met die porto. Ga je een beetje lopen blaren dat je eentje links, eentje rechts in de bosjes wil hebben. Ik stap naar buiten zo meteen en ik heb een kogel door Mars. Ik weet precies hoe dat werkt, gaan we niet doen. Ik wil zien dat hij er even trekt. Ja, dat gaat helemaal goed komen. Ja, ik hoop het. Maar ga maar overleggen, prima. Ook die vrienden bij die brug van jou daar weg, hè? Ik hou die knop in mijn klauwen. Op het moment dat ik iets geks zie gebeuren, is het afgelopen, hè? Zo pas. Dat is van al. Nou, dat is fijn voor je. Godverdomme. Jij blijft gewoon liggen, jongen. Nee, ja. Liggen blijven, jij, klootzak. Ja, ik ga liggen. Ik zeg dat ik ga liggen. Hans, jij hebt benzine drinken, klootzak. Ja. Ja, zie je, daar gaat er een bosje in. Collega's? Vuilig. Gaat er een bosje in, gaat er eentje in bosje in. Nee, dat is die man hier bij straal, ja. Ja, ze staan er om de hoekjes. Ja, bij brug staan twee, bij brug. Zet die zwarte aan de kant. Lichter. Misschien is het handig om nog ietsje hoger te gaan. Goed, dit is een beetje het standaard verhaal. Wij moeten allemaal weg, dus wij mogen niet in zicht zijn voor hun. Ze hebben een gegijzelde, die heeft een bom in de tas. Ik heb zover kunnen krijgen dat... als de agenten weg zijn, gooit hij de bom in de kluis. Zullen wij hier gewoon een akkoord voor geven, jongens? En vervolgens met de Zulu het proberen op te volgen. Maar ja, wanneer de Zulu het heeft aangegeven, dan gaan we het op die manier doen. Yes? Oh, dat is vernomen. Top. Mogen jullie met z'n allen wegrijden? Nog even vanuit de Zulu herinnering voor de mensen die spijkermatten neerleggen. Als verdachte de andere richting op rijdt of over de spijkermatten schreden, direct spijkermatten weer verwijderen. Ja, dat is vernomen. Top. Ga ik bij deze naar binnen en tot na de bericht van de Zulu. Doe net toch?
Lekker Amish. Dat is... Voertuig vertrekt in een noordelijke richting, richting de grens. Voertuig vertrekt in noordelijke richting, 2 personen. Gaat nu de bergen in, stand by. Ja, rijdt recht de bergen in. Met een BMW? Jazeker. Hoe dan? Zulu, heeft u misschien meer informatie? Misschien even kijken. Ja, hij staat nog steeds in de bosjes. Bijna niet te zien, joh. 1091 is weer beschikbaar. Ja, kom even met je treinwagen deze kant op. Oké, wat is deze kant op? Even kijken, er staat... Achter de bank, de heuvels. Laatste even politie, kijken. Waypoint. Er rent 1 persoon de berg verderop, zijn jullie dat? Ja, dat, ja, dat is het één. Ik zie de auto, mannen. Ja, de auto, en daar zit hij niet. Ja, hij zit 1 bosje lager. Denk aan jullie veiligheid, meneer heeft een mes. Ik heb een vuur verdraagd. Ik sta bij de auto, maar heb geen... Ja, die agent die nu aankomt rennen, iets lager lopen. Niet richting de collega's, iets lager. Ja, nog lager. Ja, de berg is erg stijl liggen. Oké. Ik heb het niet helemaal kunnen onder. Onder jou zit een bosje. Als je nu naar links toe loopt, dan kom je om even kijken. Ja, verder even rustig aan. Nog iets verder, nog iets verder, nog iets verder. Het bosje in of lager? Nee, lager nog. Even kijken, het eerstvolgende bosje. Nog klein stukje. Hij moet nu 2 meter voor jou staan ongeveer. Ik heb hij gaat rennen. Hij staat net onder jou dan. Richting noord, oost, zuidwest? Ja, in dat bosje staat hij. Hij staat 1 meter voor zijn neus. Ja. Ik heb één aanhouding. Ik heb hem helaas neer moeten slaan omdat ik geen dingen krijg. Ik heb hem knock-out geslagen. Nou, oké. Okay. Dan? We gaan die overvallen, jongens. 10 en 11 is aan het rijden naar de volgende overval. Ja, 13 op jou. Top. Kunnen jullie hem even fouilleren of hij geld in zijn broekzak had, jongens? Iets te enthousiast. Ik heb maar 50 euro zwart geld, collega. Oh, ja. Oké, okay, dan ga ik even uitzoeken wie die ander was. Oké. Okay. Scooter voor de deur. Politie! Ik keer terug naar de auto. Met je handen zien! Antia, nee, ik loop al met de verdachte. Scooter voor de deur, oké. Okay. Wat is de situatie binnen? Enige oh, dan belast ik zie je niet meer. Jongens, achter jullie. Laat het vallen, handen omhoog, nu! Helemaal aanhouden. Dat is snel. Goeiedag. En Stoïcijns doorrijden. Hallo? Oh. Meneer? Jeffrey, kan jij misschien even met de wagen naar meneer de bank komen? Ja, zeg het eens. Of hij stond. Wat is er aan de hand, jongens? Ambu heeft de auto net gebracht. Jeffrey, kijk, de auto hier. Ja, ik heb hem opgelast. Oké. Okay. Wat is er aan de hand, jongens? Ik heb niks. Yeah. Je weet wat je met dat die auto kan doen. Nou, ik krijg een overvalmelding. Politie, maak je bekend. Ik heb zelf zo'n mooie BMW, dus ik ga naar. De BMW. Je bedoelt alles. 1091. Geef weg. Ja, pand is kleren. Oh, oké, dat is van nou. Deze meneer die we buiten hebben, die was eens ik binnen. Ik heb het alleen eens weer te maken. Henk, stap in. Waar ben je? Ik ben achter je. Oké, meneer, maar... Ik hoor het wel. Ja, ik hoor u. U klinkt een beetje dubbel. Oké, ik ga nu wel uit dienst staan. Dus eventjes... Heeft u een legitimatiewest bij u? Waarom, jongen? Ik hoor u niet.
Hoort u mij? Die overval is waarschijnlijk al geslaagd voordat ik überhaupt aankom. Waarom zo de omhangeling? Sirenes. Ja, die is laf. Ik hoor nog een sirene. Oké, die is nou ook uit. Oh, die is een machine. Er staat een limo voor de deur. Ja, en een motor. Die limo kunnen we sowieso waarschijnlijk negeren, want die gaat echt niet snel genoeg zijn om uit te rijden. Hoor nog een sirene? Ja jongens, over D en 1302 zit te plaatsen. 1301 ter plaatse. Dus op verdacht is de bank uit, houdt zich schuil achter de limousine. Met een knuppel. Stapt in. Staan blijven. Staan blijven. Ja, maar mijn raam is eruit. Mijn raam is eruit. Meneer, staan blijven. Vreemde situatie, collega's. Er is een persoon in de limo gestapt. Ja, staan blijven. Silvio, kom. Hey, kom nu, kom nu. Nekle. Trek hem eruit, okay. Jongens. Gas! Ja, ik kan niet. Wauw! Welke kant rijdt hij? Pak die andere koos eraan, één kantje. Oké, okay, goed. Ik heb hier het geld, mannen. Ja, blijf bij. 100k. Top. 100k. En daar heeft 10 zakken cannabis bij zich. Top, blijf daar. Ja, we rijden bijna langs. Oude politie, bro. Dat is ook nog een belediging op de weg. Mooi gedaan. Hij stopt bij het politiebureau, wat? Oh, jongens. Godverdomme! Dat doet goed zeer, joh. Ga goed, collega. Ja, lekker voor je. Ik hoop dat je van klappen krijgt nog meer, man. Ah, joh. Vieze teringwijs. Hey, wat is dit nou, man? Hallo. Zijn we weer aan het einde gekomen van deze video. Dankjewel voor het kijken. En deze twee verdachten hebben we inmiddels ingesloten. Zoals je kon zien in de aflevering. Veel overvallen. Maar ja, ik denk wel vette beelden. Laat even weten wat je ervan vond in de reactie. Laat een duimpje achter als je het niet gedaan hebt. En mijn excuses dat ik in deze aflevering geen webcam had. Of cam of facecam, hoe je het noemen wilt. Maar ik heb het vergeten aan te zetten. Ja, dat heb je ook wel eens, hè. Nou, ja, dankjewel. Later!